Oké, goedemorgen allemaal. Ik ben op dit moment in Antwerpen en ik heb er net een reis van 2,5 uur op zitten met de auto. Want er is vandaag een superleuk event in Antwerpen, namelijk de Belgian Tube Days. En voor de mensen die het niet kennen, het is eigenlijk een Belgisch YouTube-event waar allemaal YouTubers komen. En je hebt dit dus ook in Nederland, daar heb je de Tube Gathering. En in België heb je dan de Belgian Tube Days. En ik heb hier vandaag een eigen meet and greet. Ik heb 4 keer meet and greet vandaag, dus ik heb er super veel zin in om heel vrienden weer te ontmoeten. Dus zeker weten, een duimpje omhoog, vergeet om niet te abonneren. En heel veel plezier met kijken. Voordat ik vergeet te zeggen, ik heb dus nu 2,5 uur in de auto gezeten. En ik heb volgende week toetsweek, dus... Ik heb helaas op deze vroege ochtend, want het is nu nog maar 9:30, heb ik huiswerk in de auto moeten maken, omdat ik het helaas anders niet redde met school. Maar er is een hele handige app die mij ermee geholpen heeft, namelijk de Mr. Chat app. En ik heb voor jullie even een filmpje opgenomen waarin ik jullie even vertel wat de app is en wat het inhoudt, zodat het misschien jullie ook kan helpen met schoolwerk. Dus kijk maar even mee. Wat ik jullie net vertelde, heb ik dus volgende week toetsweek. En ik heb een hele handige app gevonden die mij kan helpen met de voorbereidingen voor mijn toetsweek. Het is namelijk de Mr. Chat app. En de Mr. Chat app is een app waarin jij al je vragen kan stellen over je schoolwerk. En niet alleen over Engels of wiskunde, maar eigenlijk over alle vakken. Dus ook over MNO, economie, natuurkunde en scheikunde. Het is een hele handige app en het helpt mij altijd heel goed. Want als ik gewoon even bezig ben met mijn huiswerk en ik weet even snel iets niet meer. Bijvoorbeeld, ik weet niet meer wat de stelling van Pythagoras is. Of ik weet even een formule van scheikunde niet meer. Dan kan ik het gewoon vragen in de app en dan heb ik gewoon binnen een paar seconden antwoord. Mocht je de app willen downloaden, dan staat er een linkje van in de beschrijving. Wanneer je op de Mr. Chat startpagina komt, krijg je de mogelijkheid om een account aan te maken of om in te loggen. Nu heb ik zelf een account, dus ik kan er gemakkelijk inloggen. Maar als je nog geen account hebt, dan kan je er ook gemakkelijk eentje aanmaken. Oké, als je een account hebt aangemaakt en je bent ingelogd, kom je op de Mr. Chat startpagina. En hier zit een hele grote gele button met erop stel een vraag. En voordat ik ga beginnen met het uitleggen en een beetje de dingen laten zien, ga ik jullie even wat vertellen over de openingstijden van Mr. Chat. De Mr. Chat app is namelijk geopend van maandag tot en met donderdag. Van 4:30 middags tot en met 9:30 avonds. En in deze tijd kan je dus gewoon vragen stellen en krijg je gewoon binnen een paar seconden of een paar minuten al antwoord. De Mr. Chat app is ook op zondag geopend van 12:00 tot 9:00 avonds. Omdat de app nog niet geopend is en ik jullie wel graag even een voorbeeld wil laten zien, ga ik even het gesprek van mij en Ingeborg laten zien. Ik was dus bezig met het leren voor Engels en ik was gewoon even vergeten wat de present perfect was. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon aan de Mr. Chat app en dat gaat gewoon heel gemakkelijk. Je klikt het vak aan waar je een vraag over hebt en vervolgens stel je gewoon de vraag. Jullie kunnen het vanaf hier meelezen, maar ik zou nu even gewoon het gesprek voorlezen. Ik vroeg hoe werkt de present perfect. Toen werd ik als eerst, ze stelt zich voor, ze zal lopen in Ingeborg en ik ga jou helpen met de present perfect. Toen kreeg ik de gehele uitleg over de present perfect en het was super duidelijk. Ik heb het opgeschreven in mijn aantekeningen en vervolgens geleerd. En ja, zo werkt het eigenlijk. Het is gewoon super gemakkelijk. Je kan al je vragen stellen, zo voor wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Je hebt bijvoorbeeld bij natuurkunde of zo even formule vergeten. Je kan het gewoon vragen. Dus dat is super handig. Dit was het zo weer de Mr. Chat app. Ik hoop zeker weten jullie wat aan hebben en vooral wat betreft jullie schoolwerk. Mocht je de app willen downloaden, zal ik even het linkje ervan in de beschrijving plaatsen. En dan kan je daar gewoon klikken en dan kan je hem heel gemakkelijk downloaden. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik ze graag in de reacties. En dan gaan we nu weer lekker verder. Oké, ik ben nu binnen op de Belgian Tube Days. En ik zal jullie even laten zien, want hier achter mij hebben we een hele grote hal. En daar heb je de merchandise tent. En daar heb je de signeerstand van mijn girl vlog. Ik heb samen met Gina en Jade een meet and greet. En bij de meet and greet zo meteen beginnen. Ik heb er heel veel zin in, dus veel plezier kijken. Thank you.
show gehad. En het is super gaaf. Want die hebben ze een award gewonnen. En ik heb deze award gewonnen. En het is de beste jongste creator. En dan vond ik het super leuk. Iedereen heeft me op de stem. Ik vond het echt leuk. Ik heb nu meet and greet nummer 3. Dus ik ga lekker op jullie ontmoeten. Ik vind het super leuk. Dus let's go! Maar nog nooit echt specifiek een meeting in België. Dus ik vond het heel erg leuk om op Belgische kijkers te ontmoeten. Ik wil jullie ook heel erg bedanken voor de Belgian Tube Days Award. Want ik heb dus een award gewonnen en ik zal het nog even verder toelichten. Ik heb de award gewonnen voor de beste jongste creator. En mijn naam staat er ook op, dus dat is super leuk. Ik wil jullie heel erg bedanken en ik wil jullie ook heel erg bedanken voor het kijken. Zeker een blauw duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei doei!